Ja, mijn prinsesje is dreigend aan het wassen. Hé, meisje? Ja. Maar, oké. Ik zou zeggen, een hele goede morgen. Ja, het loopt al tegen de middag aan. Het is even koekeloer op de pc, 11 uur 39. Ik kreeg een foto binnen van mijn zwager. Die wil ik jullie even laten zien. Ik vind hem mooi. Ja. Zo staat hij open. Als mini-euren komt die naast mijn mannetje te staan. Daar komt wat as in van mijn schoonmoeder. Dus ja, ik ben daar blij mee. Maar ik kon hier ook het niet meer krijgen, bemachtigen, kopen, hoe noemen jullie dat? Want ik had dat potje van mijn mannetje bij het wereldwinkeltje weg. Maar die is hier al opgedoekt. Dus ja, dan moet je toch gaan zoeken. En ik was al op internet aan het struinen. En hij zegt, nou, hij zegt, zei mijn zwager, want ik had met mijn zwager erover. Hij zegt, hier is wel nog zo'n wereldwinkeltje. Ik zeg, nou, ik zeg, wil jij dan even voor me kijken? En die is even heen gegaan. Nou ja, voilà. Die heeft er dus eentje weten te bemachtigen. Ik dacht, ja, met bloemetjes erop. Nou, er komt toch een vrouw in, toch gezellig? Ja, gezellig. Dus, maar in ieder geval. Ik ga zometeen vlees bakken. Ik ga broccoli koken. Ja, want ja, mijn vriendinnetje Susie komt weer. En ik ga vanmiddag nog eentje visite. Dus ja, ga ik eventjes weer dingen voorbereiden. Dan is dat maar weer klaar, zou ik zo zeggen. Ik heb mijn koffie op, dus ik maak nog een bakje koffie. En dan gaan we aan de slag. Dat ik zou zeggen, een hele fijne vrijdagmiddag zometeen. En degene die werken, moeten werken. Hoeveelste leven we? Oh ja, het is 9 februari, vrijdag. En het is 11:42 nu, op mijn horloge. Dat ik zou zeggen, geniet van je dag en doe het met een lach. Doeg! Kiekeboetjes. Een hele goede middag, vrienden. Ja, het is zaterdagmiddag. Het is 14:26 en het is 10 februari. Ja, ik ga zo meteen na mijn bakje koffie even weg. Maar ik moet eventjes heen en weer rijden, dus ik neem jullie niet mee. Nee. Want heen en weer gerijd, het is dichtbij, ik moet weg, de spullen wegbrengen. Dus ja, daarom, ik neem jullie dan eventjes niet mee. Maar als het me lukt en ik ben weer terug en ik kan dan weer weg, neem ik jullie misschien dan wel even mee. Ja. Eventjes nog wat boodschapjes proberen te doen. Ja, als mijn hondje dat tenminste goedkeurt, want ja. Die begint al te janken en te piepen en te doen als ik terugkom. Ja. Dus, hè. Wow. Maar in ieder geval, ik wens jullie in ieder geval verder allemaal wel een hele fijne zaterdagmiddag. Geniet ervan. Want het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de hemel is blauw. Hier en daar een klein schapenwolkje zie ik voorbij drijven, maar dat is dan ook al. Verder is de hemel echt strak blauw, ja. Dus wat wil men nou nog meer? Ja, het vriest niet meer. Nee, dus het zal wel waaien, want ik zie wel mijn wasgoed, tenminste mijn wasgoed. Wat de huishoudelijk hulp buiten heb gehangen, om te drogen. Dat zie ik wel wapperen, dus ja. En dan zei meerdere mensen die wat hebben hangen, dus dat wappert ook heen en weer. Dus het waait wel, maar hoe koud het zal zijn, dat weet ik nog niet. Nee, moet nog naar buiten. Maar in ieder geval,
voor iedereen een hele fijne middag gewenst. En tot straks. Ja. Wanneer straks? Het kan straks al weer heel snel, maar het kan ook later wezen. Weet ik nog niet. Komt vanzelf wel goed. Doeg. Zo, en ik heb mijn eten weer lekker voor mijn neus staan. Ja, aardappelpuree met verse boontjes en een kipburger en kaassaus. Ja, ik had dus nog saus over van gisteravond. Dat mijn vriendin, knipoogje zusje hier was. Ja. En ik heb nog meer over. Dus ja, dat komt vanzelf wel op, hè. Zeker. En het ziet er weer lekker uit. En mijn poesjebeestje, nou die zit daar weer. Die gaat altijd bij me zitten als ik ga eten. In de hoop dat er wat op de grond zal vallen. En daar ligt Woefie. En waar mijn prinsesje is, weet ik niet. En waar de rode rakker is, weet ik ook niet. Nee. Dus, ik ga lekker bidden en dan lekker eten. Ik moet mijn wijntje nog maken en mijn koffie, maar dat maak ik zo even. Dus hier is het even druk met mijn eten bezig. Dat, ik zou zeggen een hele fijne avond. Tot later. Hey, goedemiddag mijn kindertjes, mijn poesjebeestjes. Ja, roeierakker en prinsesje. En daar ligt mijn hondje. En achter de bank zit net mijn andere meisje. Ja. Bij de plant. Hé? Ja, ik zie wel. Maar ik durf bijna met deze niet meer in te zoomen, omdat ik niet meer terug wil zoomen. Gek ding. Ja. Even voorzichtig iets omdraaien, voor die niet dronken. Ja, een hele goede middag. Het is zondagmiddag. Het is de 11e februari. Het is op mijn horloge 13:51. Ja, het loopt dus tegen tweeën. Ik ben alweer heel eventjes boven bezig geweest op de logeerkamer. Dat begint eindelijk ook op te schieten. Enkel, ja. Er zijn toch altijd dingen dat je denkt van ja, waarom kan dat niet gemaakt worden? Maar ja, ik heb daar ook geen verstand van. Maar ik laat het jullie vandaag wel even zien. Misschien dat er toch iemand is die zich geroepen voelt om mij daarbij te helpen. Ja. Ik ga koffie klaarmaken. En ik ga zo meteen die afwas in de vaatwasser doen. Kan die ook draaien. Ja, en kijk, ik weet niet of jullie dat al kunnen zien. Maar daarbuiten zit mij weer een hoop vuil bij dat groene containertje liggen. Mag niet. Nee. Dat heb ik dus net weer even aangegeven naar de gemeente doorgestuurd. En ja, die ga ik zo meteen invullen met de afwas. En ik ga nog even een broodje eten, want ik heb zin in wat. En mijn water heeft gekookt, dus ja, dan gaan we daarmee aan de gang. En dan zien we wel weer, hè. Ja, dus. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, ik zou jullie meenemen naar de logeerkamer. Dus dan doen we dat ook. En even de kattenkamer. Ja, kijk niet naar de trap. Daar zou traprenovatie komen. Zou mijn mannetje gedaan hebben. Helaas. Ook weer zoiets. En ik loop dus met mijn stok de trap op. Ja, zullen we zo doen. Nou ja, dat is voor de stoellift. En die is daar. En die gebruik ik zo min mogelijk. Die was in principe voor mijn mannetje bedoeld. Dus ja. Ik was er nog te goed voor, werd er gezegd. En soms een tijdje wijlen denk ik van nou. Maar ja, zolang dat ik nog lopend de trap op kan komen. Ik denk dat zodra ik. Kijk, dat moet ook nog. Dat is maar één klein strookje. Dat is van de stoellift. Nou, dat moet hier allemaal nog aangesloten worden.
daar had mijn man ook al een mal voor gemaakt. Maar helaas. Ik zal hier even een lichtje aan doen. Ja, ik weet, jullie moeten eten. Even een lichtje aan. Hier staat een oud bureau. Die wou ik eerst kwijt. Dit is overigens de kattenkamer. Maar ik ga nou hier het kattengit enzovoort in opslaan en het eten. En die stond in de logeerkamer. En dat is hier, waar nog één dikke bende is. Maar daar gaan we mee aan de gang. Dit is mijn linnenkast, die behoort bij het ledikant waar ik op slaap. Maar ik heb nou een hele mooie dressoir. Enkel hij is stuk. Ja, daar ligt een deur. En zo'n ronde. Met nog een glazen plaat die in de kast hoort. Dan zal ik jullie dat even laten zien. Daar, ja. Hier mogen geen katten komen. Weg jij. Zo. Jullie zien het, hè? Dat houdt net zoals de kast. Maar nu heb ik hier zo'n hele mooie, ja, wat die mensen in woonwagens hebben. Zo'n hele grote spiegel. Nou, dan zien jullie mij ook gelijk weer. Gezellig. Ja. En hier mijn mannetje met mijn schoonmoeder. Hij heeft op de oude beeldscherm geplakt. Maar nou hoort hier die deur in waar die plant staat. En ja, het is een ronde hoek. En de scharnieren ervan die zijn kapot. En nou wil ik graag hebben dat die weer heel wordt. Net zo, kijk, die gaat zo dus open. Ik hoop dat jullie dat gezien hebben. Daar staat de echte urn van mijn mannetje. Ja. Ik weet niet of jullie dat kunnen lezen. Ja, met mijn mannetje weer. Dat zijn de beeldjes waar die ook zo gek van was. Dat is ook een heel zet economist. Eén bij, maar ja, die andere heeft weer een ander gekocht. En we weten niet wie. Maar dan wil ik dat eigenlijk graag overhevelen naar deze kant. Als die deur er weer in zit en open kan. En dicht kan en weer open. En dat kan niet. En dan wil ik mijn schoonmoeder, de grotere uren, die komt dan daar weer in ook. Ik heb weerskanten de grote uren en de beneden de kleintjes. Ja, kijk. Mijn mannetje en ik bij de veerhaven. En daar hield mijn mannetje ook van. En daar heeft mijn mannetje in gewoond. Ja, heel, heel vroeg dat hij nog klein was. En daar ging die vroeger vaak naartoe, naar Vlieland. En dat was ook een hobby, dat vond hij mooi. Kousenbandjes, nou, leuk toch? Die van mij, die is beneden. In de vitrinekast. Nou, die heeft hij van mij gehad. En die kussen, die hele grote, die kreeg ik vorig jaar van hem ook op 14 februari. Maar die heeft boven zijn kistje gehangen. Ja. En die heb ik ooit van hem gehad. Ja, nou ook hier is dus nog een troep. En dat moet ik, wil ik allemaal nog op orde zien te krijgen. Maar ja, ik wil eerst die kast klaar hebben. En dan heb ik nog een zwaard, die wil ik er boven die muur hebben. Die zwaard die ligt op mijn linnenkast. Oh ja, mijn dochter belt, nou die bekijkt het maar. Die bekijkt het maar even. Simpel. Mijn geluid staat uit. Ha, ik hoor het niet eens. Maar ja, hier een antieke kast, et cetera. Nou, dat moet allemaal nog opgeruimd worden. En dan heb ik hier dus die zwaard leggen. Die is mooi.
En die wil ik dan zo boven mijn spiegel hebben. Zo. Dus jullie hebben het weer gezien. Dat ik zou zeggen, ja, daar moet ik mee aan de gang nog. En dat moet ik alleen nog doen. En dan gaat het bed, die staat nou zo, die komt dan zo te staan. Ja. Krijg ik daar meer ruimte, chemisch bij het strijkgoed, bij de stopcontact, want dat is de enige. En daar zit ik op de lichtschakelaar. Nou, we strijken hier ook. Moet je toch bij die schakelaar kunnen komen. Nou, en dan heb ik nog een loop. Wie wilde nog een loop? Dat staat me ook in de weg. Dus ja, jullie zeggen het maar. De trapje, daar behoort een kerstman op. Die kerstman ligt op zolder. De trapje moet dus ook nog een zolder. Maar ja, dat moet nog gemaakt worden. Er moet licht lang omheen. Wie biedt zich aan om te helpen? Dank u wel. Ja, ik ben weer boven. Ik sta op de overloop. En ik laat jullie even de logeerkamer weer even zien. Hoe ik opgeschoten ben. Ja, enkel op het bed ligt nog een zootje troep. Maar ja. Nou ja, zootje. Was erger, vind ik. En ja, daarboven de kast. Maar ja, dat zijn dozen waar de beeldjes in zaten van mijn mannetje. Maar dat moet ik nog even opruimen. Maar dat is niet zo'n ramp, maar daar is het weer netjes. En zo staat het bed nou. Ja, ik heb daar altijd een laken. Ik moet daar nog steeds ook gordijnen hebben of weet ik veel wat. Ik wil eigenlijk zo'n vouwgordijn hebben. Die, hoe heet dat? Waar geen onweer, et cetera, doorheen komt, dat licht, et cetera. Ja, verduisteringsvouwgordijn. Maar ja, dat is hartstikke duur. Daar de strijkhoek. Ja, er ligt nog wat vouwgoed bij, niet veel meer. Meer strijkgoed dan wat anders. Nou ja, dat moet nog even opgeruimd worden. De lakens voor een momentje voor de bank. Liggen er nog. En nog een spel en nog mappen voor mijn mannetje. Nou ja, en kijk. Dat is ook altijd leuk. Altijd welkom. Dat heeft mijn moedertje nog gemaakt. Met kraaltjes heeft ze dat geborduurd. Ja, weer of geen weer, altijd welkom. Nou ja, en de Friese onder ons. Wie kan dit lezen? Ja, wie kan dat lezen? Ik vind hem leuk. Ik heb er nog één. Maar dat gaat krom staan in de zon. Nou. Die moeten jullie ook kunnen lezen, de Vries onder ons. Ik vind hem leuk. Ja. En dus. Nou. Maar ja, dat moet nog even opgeruimd worden. Maar ja, dat komt wel, hè. Ja, dat komt zeker wel. Dat, ja, en hier op de overloop staat nog even het een tanden. Dat moet ik straks naar beneden halen. Kan nu niet, want ik heb jullie bij me. Ja, gaat niet, hè. Dus, ja. Maar ook naar beneden. Ik moet naar beneden en ik loop altijd achteruit. Aangezien ik ook enigszins hoogtevrees heb. Ja, en als ik naar beneden kijk, word ik draaierig. En dat moet me niet. Dus ja, dan zeg ik van, ik doe hem weer uit. En ik zie jullie straks nog even als ik beneden ben. Dan kom ik nog even terug. En daarna ga ik de filmpjes allemaal van vandaag op de computer zetten. Ja, en dan zien we wel weer verder. Ja, ja. Doodeliedokies, tot en met straks. Ja, en ik was weer beneden. Ik ben alweer eventjes beneden, want ik heb de rest al op de pc gezet. En ik ben echt moe. Pijn in mijn rechterknie, dat wil je niet weten van al het geloof. Maar ja, maakt niet uit, ik ga zo meteen, hoe laat is het? Het is 7:15. Mijn hondje heeft al eten gehad. Die ligt lekker al op de bank. En ik moet zelf ook even eten. Maar ik weet nog niet wat, want ook mijn maag die heeft wel lekker opdonder gehad. Van iedere keer bukken en doen voorover.
Dat dus ik heb last van mijn maag. Maar ja, het gaat ook wel weer over voor de kanaalkereltje ben. Toch? Ja hoor. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, allemaal een hele fijne avond. En tot morgen. Doei doei. Wat was dat? Wat is dat dan? Oeh, moet je ruiken. Schrikken de mensen van je, hoor. Ja. Ja, het is weer maandag. Maandagochtend. 9:50. Het horloge zegt 9:43, maar ja, het komt in de buurt allemaal. Maar in ieder geval, ik zeg een hele goede morgen. Ja, en ik hoop dat het een mooie dag zal worden qua zon. Want het zonnetje schijnt een beetje, ja. Het is hier en daar wel bewolkt, maar de zon schijnt ook. En ja, daar buiten kwam was het wel koud en het waait. Ook dat nog. Ja, en nou heb ik hier even een vaasje gepakt met zijde bloemen. Die wil ik eigenlijk op de salontafel zetten. Want we moeten een plantje, bloemetje, weet ik veel, dat gekke ding, die, hoe heet dat ding? Oh, even kijken. Die amaryllis, die moet verwaarloosd worden nu. Hij moet wel af en toe een beetje water, maar hij moet naar boven, in de kou. Ja. Nou, daar weet ik een heel mooi plekje voor. De logeerkamer. Ja. Lijkt me een top idee. Dus die gaat daar straks naartoe. En dan zal ik nog even proberen de mappen van mijn mannetje, die nog op het dossier wil leggen. Ik zat te denken om die maar zo lang even in de kattenkamer in dat bureau te doen. Want het moet allemaal nog verder uitgezocht worden. Wat ik wil bewaren, houden, echt houden. Dat blijft en de rest, dat kan desnoods weg, maar dan is de inhoud, dan heet toch wel weer goede mappen over, hè. Ja, dus dat komt allemaal wel goed en ik zet dat vaartje leuk, gezellig. Als het tenminste niet te hoog is, ik moet wel vanaf mijn plekje GTS-T kunnen zien, hè. We gaan het even proberen, vinden jullie dat goed? Ja, toch. We gaan het eventjes doen. Zo, eventjes. Eventjes. Nee, kan makkelijk, dacht ik. We gaan dat even bekijken. Ik moet vanaf mijn eigen plek hier bij de eettafel. Daar zit ik dan altijd. Zo, dan zet ik jou even daar neer. In de keuken. Nou, kijk, dan kan ik het dan mooi langs kijken. Zo, ik zit altijd hier. En dan kijk ik altijd. Hier heb ik een geluidsboekje. Staat het wat harder en dan kan ik het allemaal keurig netjes horen. Want goede tijden, slechte tijden, ja, dan willen ze ook nog wat fluisteren. En dan hoor je het niet met een normale geluidsterkte. En dan moet ik hem even ietsje harder zetten. Ja, nou hoor ik dat dus wel als ik hieronder zit. Ik heb hem nou echt even zacht gezet, zodat jullie er geen last van hebben, met mij alleen nog horen. Maar normaal staat hij op zo'n beetje 22. Ja, 's avonds hoor. Niet overdag. Overdag dan, ja, dan staat hij wel nog wat harder dan dat hij nu staat, maar wel zodanig dat je kan praten met elkaar. Ja, en als ik helemaal alleenig ben, ja, en ik zie iets wat ik leuk vind, wat ik toch even wil zien, ja, dan gaat hij ook wat harder. Dus, nou, en mijn koffie die staat ingeschonken, die staat al naast jullie. Pieuw! Ja, dat ik ga een broodje klaarmaken. En mijn oorbellen er nog in doen. Die hekken nog niet in, die lange dingen. Dus, en dan heb ik nog genoeg te doen. Mijn pb'er komt zo meteen. Die altijd het spul doet wat mijn mannetje behoort te doen. Wat ik dus niet kan. En dan komt morgenmiddag mijn andere pb'er, en dat is een vrouwtje. En die gaat met me mee even naar, ga eens weg. Ik vergeet altijd de naam, dat is een makkelijke naam, met Linda. Voor mijn COPD. Mijn mannetje liep daar ook.
die moest daar bloed prikken en die moest daar urine inleveren bij haar. Dat ik ga het toch vragen, waar moet jij naar zoeken in zijn bloed? Kon jij niet merken dat hij leukemie had of zo? Want dat haal je ook uit het bloed vandaan. Ja, dus ik laat het dan wel even voelen. Hé, hey, hallo, waarom wisten wij dat niet? Want we wisten niet wat hij mankeerde. Dat heb ik uit moeten laten zoeken. Ja, en dat doe je niet voor niks. Ik wist mij niet te vertellen waar hij aan was overleden. Nou, hier toch? En het lag niet als een spierziekte. Ja, wat dan wel aan? Ja, weten we niet, mevrouw. Ja, ik wil het wel weten. Ja, dat sta ik toch voor in mijn recht als een vrouw zijnde. Ja, en dat niet alleen. Ook mijn schoonmoeder, die leefde toen nog, die wou het ook weten. Dus, ja. Nou weet ze nog niet alles, maar ze is nabij. En kinderen daar verder praten. Ja. Dus, nou, en dan de 20ste, als ze een jaar had kunnen zijn... Dan is het as uitstrooien op dezelfde plek dan dat ik mijn mannetje heb uitgestrooid. Ja, niet alles hoor. Je wil natuurlijk ook zelf houden, hè. Je wil het erbij bij je houden. Dus het komt allemaal wel goed. Ik moet de foto's weer veranderen, omdat mijn schoonmoeder nou ook overleden is. En dan komt de foto waar ze samen op staat, komt een plankje erbij. Tegen de muur op. Ik moet het allemaal veranderen. Ik heb ook tegen mijn zwager gezegd, er moet eigenlijk een brede plankje komen. Hele plankendragers dan. Ik zie, ja natuurlijk, want daar zit hij nou ook op. Ja. Nou ja, we zien wel hoe het geruild is uit. Die komt de 19e al. En die blijft dus slapen. Maar ik vlog gewoon door hoor. Ja. We gaan gewoon door vloggen. Ondanks onze verdriet, et cetera, maakt niet uit. Mag gezien worden toch, dat men verdriet hebt of lachen moet of wat dan ook, mag gezien worden. Je hoeft je eigen nergens voor te schamen, vind ik. En dat wordt vaak wel gedaan. Hé, daar gaat mijn maatje. Ja, een stok. Je loopt nooit met een stok. Nee, oké. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Want het zonnetje schijnt zo lekker. Ja, dus doe het met een lach. Ze zeggen, doei. Hey meisje. Doodjes. Ja, het is nog steeds maandagmiddag nu. Het is 12 uur. Ja, exact middag. Ja, en het is... 12 uur. Nee, het is te laat. 4 minuten over 12. Maar ja, dan kan de pret niet drukken. Het zonnetje schijnt nog steeds. Mijn pb'er is al geweest. Eigenlijk had 12:30 naar huishoudelijke hulp moeten komen, Rebecca. Maar die komt niet, die heeft afgebeld. Die komt morgenmiddag. Ze zegt, daar bel ik niet voor naar mijn werk toe. Want ze is niet in orde. Nou ja, laat hem lekker even uitzieken dan. Maakt niet uit, een dag eerder of een dag later. Maar wel krijg ik mijn... vriendin, pleegzusje, op bezoek en ik ben met mijn hobby bezig en dat is plaatjes maken zoals jullie wel weten ook. Maar nu voor mijn geliefde man daarboven in de hemel ben ik voor bezig Valentijnsplaatje te maken. Dat komt op Facebook of sowieso op zijn eigen tijdlijn te staan die nou een memory site is. Ja, die kunnen jullie ook vinden onder... Jack Luisterburg de Jong, dat is mijn mannetje. Daar kennen jullie wel lid van worden als jullie dat al willen. En dan moet ik jullie dat goedkeuren, ja. Ik heb daar het beheer over tot op zekere hoogte. Wat toelaatbaar is voor Facebook zelf, ja. Dus... Dat kan allemaal, ik ben er nou mee bezig. Ik hoop dat jullie... Ik ben nou met mijn lasso bezig. Ja, ik zal even laten zien. Dat dingetje, dat noem ik een lasso. Daar ben ik mee bezig. Die moet ik dan helemaal langs halen. Zo, helemaal...
En dan denk je, ja, maar je man die komt er steeds eruit. Ja, maar dat komt allemaal goed. Ik wil dat ruitje wat in het hartjeslijstje zit, wil ik niet rood hebben. Nee, vind ik niet mooi. Voor dit geval. Ik wil wel hebben dat mijn mannetje er mooi in eruit komt. En dan met rood, nee, ik vind het niet mooi. Het moet zo'n soort met medaillon worden. Dat wil ik graag. Dus moet een wit glas tussenkomen. Toch? Maar ja, dat wil ik jullie even laten zien. Want ik kan heel moeilijk zo verder. Ik kan me niet goed concentreren. En dat moet wel gedaan worden. Nou ben ik dus daar. En dan moet ik helemaal tot daar. Even zien. Daar bij mijn duim ben ik begonnen. Met het lijntje. Daar moet ik naartoe. En dan ga ik er een heel mooi Valentijnsplaatje van maken. En als het klaar is, krijgen jullie dat ook te zien. Dus tot later vandaag. Doeg, doeg. Goedenavond. Ja, ja, het is maandagavond en nog steeds dezelfde datum. Ja, ja, het is gewoon de 12e februari. Het is enkel al wat later dan normaal. Het is op mijn horloge 19:36. En ja, ik had het even weer druk met andere dingen te doen. En uiteraard Facebook weer. Mijn hondje heeft al eten gehad. Die heeft het bijna op. En ik heb een blik snet opengetrokken. Die ga ik lekker opwarmen. En dan ga ik dat eten. En dan ga ik GTS kijken. En dan hoop ik dat ik vanavond een begin kan maken om een vlog in elkaar te zetten. En dat wordt weer met mijn GoPro erbij. Dus ja, dat zijn alweer kleine losse filmpjes. Oh, ik denk al, wat is die weer donker, maar dat ligt aan mij, ja. Dus ja, ik ga dat allemaal even lekker doen. Ja, ik kan niet stilzitten. Hey, zomaar eens een keer. Dat, ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, een genoeglijke avond. En we spreken elkaar later. En ik had vanavond, kom ik niet meer terug. Dus ik wens jullie ook voor vannacht welterusten. En tot morgen. Ik zou zeggen, groetjes. Oh, andere kant moet ik wezen. Maar, ja, de ene keer met die camera, dan weer met die camera. Je blijft aan de gang. Nou, tot later. Doei, doei. Hoe lief zijn jullie nou? Twee lieve schatjes tegen elkaar aan. Wat nou? Oh, gosje dikkie, wat lief. Hé? Ja. Hé, gaan jullie lekker slaapje doen? Dan zeggen we ook welterusten, lieve vrienden. En slaap lekker. En gezond weer op.